Ik ben Lara Elshoven en ik ben de verpleegkundige specialist van het levertransplantatieteam in het Erasmus MC. We staan nu op afdeling 10 midden en dit is de plek waar het voor mij allemaal is begonnen. Ik ben toen in aanraking gekomen met patiënten met een levertransplantatie. En dat bleek en blijkt zo'n bijzondere patiëntengroep te zijn voor mij, waar ik heel veel bewondering voor heb, respect voor heb en die heel veel moeten doorstaan om weer een leven te kunnen krijgen. En dat is wat ik hier zag. Men verklaarde mij altijd voor gek dat ik zo betrokken was bij deze patiëntengroep. Maar mijn motto eigenlijk in het hele verpleegkundige leven is: je kan nooit betrokken genoeg zijn bij de patiënten en zijn familie. Het zijn mijn patiënten, zo zie ik dat ook wel een beetje. En ik zeg ook altijd gekscherend tegen patiënten als ze getransplanteerd zijn van: nou, welkom bij de familie. Maar zo voelt het voor mij wel en dat is mijn passie. Dat ik het voor de patiënt zo goed mogelijk kan regelen, dat zij zich zo comfortabel mogelijk door dit hele traject heen kunnen bewegen en uiteindelijk hopelijk met een goede uitkomst weer een nieuw leven kunnen oppakken. Ja, dat is waar ik het voor doe. Welkom familie, want zo zie ik jullie echt, alle patiënten die bij ons getransplanteerd zijn, zie ik inderdaad echt als familie. Ik mag jullie wat vertellen over de wachtlijst, hoe dat gaat, en dat is zwaar. Mensen die op de wachtlijst staan, hebben het zwaar. En het eerste, of hetgeen waar ze aan denken, is: haal ik die levertransplantatie wel? Maar het is niet alleen voor de personen die op de wachtlijst staan. Het is ook voor degene die daar direct naast staat. De partner, man, vrouw, degene die er heel dichtbij staan. Haalt mijn partner de levertransplantatie wel? Uit onderzoek is ook gebleken dat ongeveer 42,6% toch wel twijfelt over van: goh, wat moet ik nou doen als er een acute situatie zich voordoet? Als iemand een bloeding krijgt of als iemand in coma raakt. He, door de leverziekte kan dat allemaal gebeuren. Dat zijn hele zware momenten voor degene die naast u staat. Het is ook zo dat veel mensen op de wachtlijst het er ook moeilijk mee hebben en door hun leverziekte stemmingswisselingen krijgen. Dus voor degene die daarnaast staat, heel moeilijk om daarmee om te gaan. Dat zijn zware momenten. Twijfel over: hoe ga ik om met de voeding? Wat moet mijn partner eten? Wat is goed voor hem of haar? Wat voor medicijnen moet diegene krijgen? En daaruit blijkt dus ook dat sommigen zich toch wel onvoldoende voorbereid vinden om deze rol adequaat uit te voeren. En dat kan ik me voorstellen, want het is ook zwaar als je daar alleen of misschien met kinderen of met andere familieleden naast staat. Haalt mijn zus of broer de levertransplantatie wel? Nou, heel veel van onze personen hebben mensen naast hun staan die het echt heel erg goed doen. Die zich kunnen aanpassen aan die situatie en doen wat er moet gedaan worden op het moment dat het nodig is. Super veel waardering en respect voor. Maar ook voor hun is het zwaar. En het blijkt wel dat 17% van de verzorgers, en dat is uit een onderzoek gedaan van 621 personen, laten toch wel wat klinische symptomen van depressie zien. Wat ook, denk ik, wel begrijpelijk is. Die mensen hebben daar begeleiding nodig. Wij proberen daar vanuit het levertransplantatieteam ook begeleiding voor te geven door ons maatschappelijk werkster in te schakelen en eventueel meer als dat nodig is. Er zijn ook heel veel verzorgers die een hoge mate van angstgevoelens hebben. Ook begrijpelijk. Ook daar proberen we ze zo goed mogelijk in te helpen. Voor kinderen is het met name heel moeilijk, met name als het hele kleine kinderen zijn. En daarom heb ik de patiënten die ik voor vandaag heb uitgekozen ook heel specifiek uitgekozen, omdat deze mensen jonge kinderen in het gezin hebben. En dat geeft ook een heleboel extra zorg voor de persoon die op de wachtlijst staat. Haalt mijn vriend of vriendin de levertransplantatie wel? Nou, allemaal mensen die om je heen staan, die allemaal heel erg om iemand geven die op de wachtlijst staan. En het is moeilijk om daarmee om te gaan en daar heb je copingmechanismen voor. Nou, er zijn twee copingmechanismen
die toch wel gerelateerd zijn aan het ontwikkelen van depressie of angstgevoelens. Het aanvaarden van iets wat ongewenst is, maar wel onvermijdelijk. Of hoe sommige mensen er ook mee omgaan, en dat zijn dan de personen die op de wachtlijst staan, is het vermijden. Dus juist het wegduwen van hetgeen wat er op dat moment speelt. En eigenlijk geen informatie willen weten. Ieder verhaal van personen op de wachtlijst is een heftig verhaal en is heel anders. En ieder gaat daar op zijn eigen manier mee om. Wachten, zoals in de Vandalen staat, is blijven op een plaats tot iemand of iets komt of gebeurt. Dat is eigenlijk een veel te simpele omschrijving voor wachten op een levertransplantatie, vind ik. Wachten duurt lang. Zelfs een minuut is dan al lang. Voor degene die op de wachtlijst staat, gebeurt er heel veel. Je hebt hele hoge mate van onzekerheid. Haal je inderdaad die levertransplantatie wel? Wat gebeurt er met mijn familie als ik het niet haal? Wat gebeurt er met mijn familie als ik het wel haal? Er zijn heel veel vormen van onzekerheid op die wachtlijst. Heel veel angst. Angst, haal ik die transplantatie wel? Maar ook met name, wat gebeurt er als ik het niet haal? Angst dus voor je familie, wat er met hen gebeurt als jij de transplantatie niet haalt. Er is vaak geen andere optie, dus mensen staan letterlijk en figuurlijk met hun rug tegen de muur. Transplantatie is de enige optie nog voor ze. En het kan zijn dat je dus verslechtert in die periode dat je wacht. Heel erg verslechtert. En wat gebeurt er dan? Word je dan verwijderd van de wachtlijst omdat je te slecht bent om te transplanteren? Dat zijn allemaal situaties waar mensen rekening mee moeten houden en wat lastig is. En als je een keer een oproep gehad hebt en de transplantatie gaat niet door, wat een teleurstelling dat wel niet geeft. Nou, een heleboel van u hebben dat meegemaakt. Die weten hoe dat is, hoe dat voelt. Aan de andere kant moet je hoop blijven houden. Hopen dat die transplantatie eraan komt. Je moet doorgaan met je leven, zoveel mogelijk wat mogelijk is. En elk moment dat je bezig bent met het doorgaan met je eigen leven, kan dat levensreddende telefoontje komen. Maar elk telefoontje brengt weer spanning met zich mee, want dat kan dat levensreddende telefoontje zijn. Dus er gaan zoveel emoties en zoveel gebeurtenissen in die personen om. Dat hopen op dat telefoontje. Als we dan even naar een paar feiten gaan kijken. We zien de wachtlijst, het gele vlak wat u ziet, dat zijn de mensen die op de wachtlijst staan. En we hebben per jaar zo'n 120 ongeveer levers te verdelen over al deze mensen die op de wachtlijst staan. Er is dus nog steeds een tekort. En dat zal er voorlopig nog genoeg blijven. Als we dan kijken, we weten allemaal van de meldscore. De meldscore bepaalt waar je plaats op de wachtlijst is. Hoe hoger die meldscore, hoe hoger je op de wachtlijst komt. Als je hier kijkt, dan zie je hier hoe de levertransplantatie wachtlijst is verdeeld in de meldscores. En dan zie je dat er een groot aantal mensen een meldscore hebben tussen de 6 en de 10. Zojuist hebben we gehoord van professor IJzermans over mensen met leverkanker. Mensen met leverkanker hebben geen leverprobleem aan zich. Dus dat betekent dat hun leverwaarden normaal zijn. Hun nierwaarden zijn normaal. De stolling is normaal. Deze mensen hebben dus een lage meldscore en komen dus eigenlijk nooit bovenaan. Nou, daar zijn uitzonderingsregels voor ontwikkeld. En dat betekent dat diegene 6 maanden op de wachtlijst moet staan. En vervolgens krijgen zij hogere punten om toch die kans te krijgen om hoger op te komen. Zo zijn er een aantal uitzonderingsregels ontstaan, omdat die meldscore niet altijd voor iedereen van toepassing is. Als we dan kijken van welke ziektebeeld heb je en wat is dan de kans dat je een levertransplantatie kan halen, dan zien we dat de mensen met een metabole ziekte het eigenlijk de meeste kans hebben. Dan zie je dat de mensen met leverkanker, dat is de groene lijn, in de eerste 6 maanden heel laag staan, dus eigenlijk geen kans hebben op het krijgen van een aanbod. Maar daarna, zodra ze dus die extra punten krijgen, wel degelijk
een hogere kans hebben om een transplantatie te kunnen ondergaan. Wij dachten zelf altijd dat mensen met PSC, u denk ik wel bekend, de auto-immuunziekte van de galwegen, dat die minder kans hadden, omdat bij deze mensen vaak alleen het bilirubine hoog wordt en de nierfunctie in de stolling redelijk tot goed blijft. En daarmee maak je eigenlijk een meldscore waar je niet hoog mee komt. Nou, daar zijn ook uitzonderingsposities voor ontwikkeld, dat als je inderdaad een infectie krijgt van de galwegen, en dat is meer dan 2 keer in de 6 maanden, dat dan het punt is dat je een uitzonderingspositie kan krijgen. Nou, als we kijken naar deze, dit is een groep die wij hebben geplaatst op de wachtlijst tussen 2010 en 2011. En die hebben we voor 3 jaar vervolgd. En dan zie je dat het grootste gedeelte, dat is het groene vlak, een transplantatie heeft ondergaan. Heel klein vlakje, de blauwe vlak, heeft een retransplantatie moeten ondergaan. Die is dus weer op de wachtlijst geplaatst. Dan zien we dat een groot gedeelte, het lichtblauwe vlak, nog steeds op de wachtlijst staat. En het gele vlak is van de wachtlijst afgehaald. En dat kan zijn ofwel omdat ze te slecht zijn geworden, ofwel sommige mensen die zijn zelfs wat te goed geworden voor de transplantatie. Want sommige mensen herstellen ook wel eens tijdens de wachtperiode. Zoals ik net al had gezegd, mensen met PSC dachten wij dat die mensen minder kans hadden op de transplantatie. Dat is uitgezocht. En in figuur A zie je de mensen met PSC. En in figuur B zie je alle mensen die geen PSC hebben op de wachtlijst. En dan zie je dat ze eigenlijk net zoveel kans hebben op een levertransplantatie. En zelfs minder kans hebben op overlijden op de wachtlijst. Het scheelt maar een klein beetje, maar het is wel degelijk duidelijk dat daar ze evenveel kans hebben. In conclusie, wachten op een levertransplantatie heeft ook forse impact op alle naasten van diegene die op de wachtlijst staat. De meeste patiënten en hun naasten gaan heel erg goed om met de wachtperiode. Onzekerheid en angst bepalen deze periode. Patiënten met PSC, zoals net al gezegd, hebben eigenlijk net zoveel kans om getransplanteerd te worden als alle anderen. En dat is goed. Wat ik u wel wil meegeven, is wachten op een levertransplantatie. En de transplantatie die komt er, dan is het nog niet gedaan. Dan begint het pas. En dat wil ik u wel meegeven. Er wordt wel eens gezegd, oeh, nou is de transplantatie er, nu is het helemaal goed. Maar nee, dan begint het leven pas. Want de transplantatie is zwaar ook. Is heftig. En er gaat heel veel veranderen in uw leven. En dat wil ik u graag nog meegeven. Dank u wel.